allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Schagen TV. Dit is een nieuwe aflevering van The Local. En vandaag staan we in Schagen en gaan we praten met zangeres Julia Korthauer. Ik ben Julia Korthauer, ik ben 16 jaar. Ik zing, ik speel gitaar, ik speel piano. En ik vind het gewoon heel leuk om muziek te maken. En ik zit momenteel op de HAVO. Ik zat toen ik 6 jaar was op Junior Pops in Schagen. En daar ben ik toen op een gegeven moment vanaf gegaan, na 2 jaar of zo. Ik vond het wel heel leuk, maar het was op een gegeven moment gewoon een beetje liedjes nazingen. Vond ik niet zo leuk meer. En toen ben ik op zangles gegaan. En toen zit ik nou echt al 7 jaar bij dezelfde docent ook. En eigenlijk was het eerst dat ik gewoon een beetje liedjes nazingen en zo. En toen op een gegeven moment zei ze van, ja, je moet nou echt wel zelf gaan schrijven. Dus ik dacht, nou, ga ik wel zelf schrijven. En in het begin was het natuurlijk helemaal niks. Maar nou gaat het wel beter. Toen ik net op zangles ging, kwam ik echt zo naar binnen, weet je wel, heel klein. En echt zo van, ja, ik wist niet echt... Mensen zeggen tegen je dat je leuk zingt, maar je bent zelf nog niet echt heel zeker van. En je staat er gewoon en je zingt een liedje, maar je bent nog een beetje jezelf aan het ontdekken of zo. Je hebt nog geen idee wat je later wil gaan doen. En ik wist wel dat ik later wil gaan zingen, behalve gitaar en piano. Ik zing erbij, maar dat zijn eigenlijk gewoon de 2 instrumenten waarmee ik mezelf begeleid. Zelf schrijf ik heel veel liedjes. Tegenwoordig is het eigenlijk het enige wat ik nog doe. Eerst zong ik veel na en nu is het gewoon zelf muziek schrijven. En dat wil ik ook later gaan doen. En daarom ga ik ook naar het conservatorium in Amsterdam. Want het is vooral gericht op eigen werk. En daar ben ik gewoon heel veel mee bezig nu. Soms als ik er niet uitkom. Bijvoorbeeld ik ga ongeveer iedere week naar de studio wel. En daar werken we ook wel mee. En dan gaan we kijken van ja, wat is handig, wat moeten we nu doen. En tekst of zo, wat klopt er niet aan. Of op zangles bijvoorbeeld. Dan daar even kijken van ja joh, ik kom er niet uit. Dan helpt ze altijd. Als je je even minder voelt, dan ga je zingen. Ik weet niet, het is iets wat je automatisch doet. Als je een rotdag hebt gehad, dan ga je naar boven. En dan ga ik achter mijn piano zitten. En dan, of achter mijn gitaar en ik maak weer wat. Ja, je speelt wat je mooi vindt. Als je een liedje hoort dat je denkt, oh, dat is echt heel mooi, dan ga je het naspelen. En dan geef je eigen draai eraan. Ik luister naar Mumford & Sons, Bears Den, allemaal een beetje van die volkachtige muziekjes. Maar meestal wel wat rustiger, wat depressiever of zo. Ja, het klinkt een beetje extreem, maar ik vind dat altijd wel mooi. Ik hou niet zo heel erg van die hele vrolijke muziek. En op een gegeven moment, je merkt zelf wel, als je heel veel van een bepaald soort muziek luistert, dan gaat je eigen muziek er een beetje op lijken. Ik heb niet echt een voorbeeld eigenlijk. Ik vind gewoon heel veel bandjes goed, maar ik doe gewoon mijn ding en verder niet echt iets van zo wil ik zijn of zo. Ik heb laatst op Dinner on Ice gestaan. Dat was in Schagen, was een diner op het ijs, georganiseerd door restaurant Wonders en Stiel. En dat was heel gaaf. Dus het was al heel koud. Maar het was wel heel leuk. En ja, Huiswijd Festival in Warmhuizen heb ik gestaan. En ja, verder gewoon kleine optredetjes en dat soort dingen. En binnenkort sta ik dan in de klok in Warmhuizen ook. Dus een beetje van die kleine dingetjes steeds. Maar ik treed niet iedere week op of zoiets. Je moet het gewoon een beetje laten gaan of zo. En dat had ik in het begin ook heel erg. Gewoon niet durven. Als je op een podium stond, stond ik echt gewoon zo. En ik dacht, oh, weg hier. Maar nou is het echt gewoon, als ik ergens ga staan, dan is het gewoon, oh joh. En het is gewoon, je moet het gewoon een beetje laten gaan. En je moet gewoon lekker doen. En gewoon op een gegeven moment ook vooral... Je moet eigenlijk al heel vroeg beginnen met zelf schrijven, want dan word je heel snel veel beter. Want dat is, het is gewoon heel leuk om zelf ook te schrijven. En dat is ook wel wat je moet doen, denk ik. Want artiesten, ja, op een gegeven moment moet je wel je eigen werk gaan produceren. Want als je altijd blijft nazingen, dan zul je ook nooit echt een naam krijgen of zo, denk ik. Momenteel zit ik ook in een bandje. Jules heet we nu. En we hebben een bassist, we hebben een drummer, we hebben een gitarist. En ik zing dan. Ik speel ook piano in het bandje. Maar eigenlijk, ja, in ons bandje kan eigenlijk iedereen alles wel spelen. Dat is echt bizar, want die gasten zijn zo muzikaal. Maar we zijn nu ook bezig met het opnemen van een LP. Nou, dan gaan we een album opnemen en uitbrengen. En we hebben ook een aantal liedjes al op Spotify, iTunes. So open to you.